Als jij me zou vertellen over Praag of Curaçao, over de mooiste plekjes waar je bent geweest, dan knikte ik beleefd, maar het verveelde me al gauw, omdat je die verhalen regelmatig in vakantiefolders leest. Geen films of foto's, video's of aquarellen maakte me duidelijk wat jij precies bedoelt. Al zou je nog zo schitterend vertellen, er is een wereld van verschil tussen de beelden en de dingen die je voelt. De allermooiste plekjes op de wereld die ik ken, die liggen niet zo heel ver hier vandaan. En als ik noodgedwongen daar een tijdje eens niet ben, dan mis ik ze verschrikkelijk en hoop er ook weer gauw naar terug te gaan. Geen enkel reisbureau vermeldt ze in zijn boeken, al zijn ze dan ook nog zo exclusief. Ik vond ze zomaar zonder echt te zoeken. De allermooiste plekjes op de wereld zijn te vinden bij mijn lief. Hij ligt te slapen, kom maar stiekem even kijken. Je kunt het beter maar met eigen ogen zien. Ik weet nog altijd niet waaraan ik het verdien. Maar zeg nou zelf, dat is toch met niks te vergelijken. Kijk in het nestje, op zijn buik, slaapt heel ontspannen. Dat mooie vogeltje dat hem zo kwetsbaar maakt, en dat zo dadelijk waarschijnlijk wel ontwaakt. Nu moet je weg, je hebt genoeg gezien, je kijkt al veel te lang. En ik heb nog plannen. Leuk dat je hebt gekeken naar dit mooie optreden. En wil je nooit meer de muziek uit Tijd voor Max missen? Abonneer je dan hieronder op ons kanaal. En als je dan toch bezig bent, doe ook even een duimpje omhoog.